Welkom bij de Vierkante Paal. We waren al zeker van de Champions Playoff, maar nu kennen we ook onze tegenstanders en de kalender. Stof genoeg dus voor opname 162, alsjeblieft. Mijn naam is Ben Jacobs. Ik ben Geron de Wulf. En ik ben Vincent Vieres. Welkom allemaal. Geron, mijn man. Wat is dat allemaal... Met Sammeke Vines, joh. Ja, het moest er eens van komen, hè. Ja. Ik wist dat het erin zat, het moest eruit komen en het is er eindelijk uitgekomen. Ik ben echt een trotse papa. Ja, het is nu het moment om... Pakt uw moment, zou ik zeggen, want ja, als je het nu niet doet, dan gaat het er nooit van komen. Jawel, want hij gaat nog zo'n matchje spelen. Ja, zo'n matchje, dat weet ik niet, maar... Nee, het is... We gaan direct de olifant in de kamer benoemen. We hebben er veel op... Wij niet zo, allee, jij niet zo, Geron, maar ja, de meningen waren zeer verdeeld. Maar als het dan een keer goed is, dan geven we ook wel het podium om te zeggen wat hem allemaal goed gedaan heeft. Wat heb jij gezien van de Sam, waar dat jij van wist, dit zat erin en nu komt het eruit? Ja, ik heb al heel wat Sam opgezocht op het internet. Gewoon, voordat ik die jongen begon te verdedigen, wou ik toch wel weten dat hem iets kon. En even het laten zien, en die snelheid, en die kan effectief een goede pas geven, met die eigenlijk... Heel vaak de pas gegeven waarmee dat ze konden uitbreken. En die was al zoveel keer over Balikwisha gegaan, maar ik kreeg nooit een bal van Balikwisha. En het is voor de eerste keer dat Bali eindelijk eens wat ballen gaf om de Sam. Hij heeft 4 voorzetten gegeven, waaruit er 2 eigenlijk bijna een goal hadden kunnen zijn. 2 waren in het pak, ook kan gebeuren. Hij is snedig geweest. Wat ik ook heel graag vond, hij stond altijd als laatste man, als met een corner en zo. Dat wil ook zeggen dat er vertrouwen is. Oké, die gast kan dat opruimen. En alle ballen die kwamen, heeft hem ook opgeruimd. Op een bepaald moment, helemaal op het einde, was er een van Cirkelen alleen weg. Die gaat Youssef voorbij. Vines haalt je terug en zonder fout, ja, met zijn poepetje duwt hem die weg. En ik zat te glunderen. Ik had bijna de micro gepakt. Sammeke Vines! Ja, daar moet je een beetje mee opletten natuurlijk. Ja, ja, ik heb het niet gedaan. Maar het mooie is dat je ziet wat een applaus aan iemand kan doen, want dat heeft ook wel wat gedaan. Hij heeft positieve aanmoedigingen in het stadion gekregen en je voelt dat zo'n gast dat nodig heeft. Die is als jonge kerel hier aangekomen, die direct ingesmeten. Ik denk dat dat niveauverschil er wel degelijk is en was. Hij is nu even 2 weken op de kant geschoven. Is er iets gezegd tegen hem? Dat weet ik niet. Maar zo leek het wel. En... Ja, ik zei ook met opwarming, maar zij heel lang tijd met Balikwisha aan het opwarmen, samen. Ja. En ik dacht, de vorige keer... Voor de vibe. Nee. Ja, en ze hebben die precies die 2 samengezet van mannen, gewoon moet leren samenspelen. En ja, ik denk dat we dat gezien hebben. Ja. Oké, de Geron heeft nu zijn ding kunnen doen, Vincent. Ja. Nee, op zich, ja, ik denk dat er weinig over te zeggen viel. Het was een goede wedstrijd van de Sammy. Nu is zo'n beetje de vraag... Was dit nu, heeft hij nu laten zien, dit is wat hij aan kan en dat kan hij ook op langere termijn brengen? Of is dit een eenzame uitschieter? Waar zit jij ergens? Ja, dat weet ik niet. En ik denk dat hem ergens het nadeel heeft dat nu net direct die Champions Playoffs beginnen. Dus dat hij 6... Een nadeel? Ja, ik denk... Er was ook wel wat ruimte. We waren ook met de hele ploeg beter dan Cercle. En in dat geheel heeft hij kunnen uitblinken. En ik vraag mij af, als we morgen, wij gaan spreken over 2 weken is het eigenlijk, tegen Club Brugge moeten opbruggen. Ja, dan liggen de kaarten toch wel net iets anders om telkens zo diep te komen, om telkens aan de achterlijn te gaan, om hem die laatste man te laten zijn. Dus ik had hem liever zo een reeksje zien neerzetten. Ik denk dat dat makkelijker kan tegen zwakkere tegenstanders. Nu, het is niet zo, hè? Maar dat vertrouwen is fragiel, is nieuw. En om dat te doen groeien en daar echt op te bouwen, is zo'n referentiematch fijn als je ze kunt bevestigen. En dat wordt nu wel... Ja, daar heeft hem wat pech met de loting en de timing. Nu is het zo dat de vorige match tegen Brugge... Ja, was er niemand om te uitblinken. Hè? Daar zijn we gewoon overlopen. Dus als hij een meter onder gaat, moet het ook niet op hem steken. En dat is wat er wel een paar keer gebeurd is, zonder dat het echt zijn schuld was. Maar het zou fijn zijn, moest hij nu terug een match hebben waarin hij kan uitblinken. En absoluut, of dat we nu van Brugge winnen, of we gaan kopken onder gelijk vorige keer. Het zou zonde zijn, moest hij niet kunnen bevestigen. En wel, maar ik heb het gevoel dat dat toch een beetje aan het middenveld lag ook, deze keer. Ja.
er was voetballend, waren er mogelijkheden om eruit te komen. En dat is de vorige keren veel minder geweest. Ik weet dat iedereen stopt dus van Birger. Maar ik heb van gisteren toch eigenlijk... Was het gisteren? Ja, hè? Eergisteren. Toch iets meer voetbal gezien dan anders. En dat zou wel eens aan de wissel van Birger kunnen liggen, denk ik. Ja, voordat we dat stukje aansnijden. Ja. Vincent, jij hebt de toekomstige profvoetballer van het jaar dan ook daags nadien tegengekomen in de stad. Hoe liep hem erbij, de Sam Vines? Ah, wel ja, dat was een goed moment. Is het de Sam tegengekomen? Ja, ik ben hier tegengekomen, echt waar. Ah. Ik moest direct aan u denken. Eigenlijk, zelden gebeurt, Geron, maar het was toch zover. Het was niet eens zo. Leugener. Nee, ik zag die komen, ja, gewoon op de straat, voetpad, hè, en in een andere richting wandelde die. En ik zie, volgens mij is dat heel fijn. En hij komt dichterbij en dan komt altijd op dat moeilijk moment van, wat doe je? Heb ik hem herkend? Ja, als je een andere speler tegenkomt, hè, laat ons zeggen, een willekeurige. Stel, Ben, jij komt Fines tegen, jij hebt daar niet een speciale band mee, Geron, zoekt jij ondertussen een andere voetballer waar je nog warm, nog koud van wordt van de ploeg. Hè. Doe je iets, of doe je niks, of knikte eens, of zeg je iets, of... Oh, ik vind dat zo moeilijk. Wat doe jij, Ben? Ja, ik zou... ik denk altijd, die gasten zijn ook blij dat ze in hun vrije tijd kunnen rondlopen of rondlopen met hun vriendin of gewoon alleen of met vrienden. Ja, dat was met zijn vriendin. Dus dan denk ik van, ja, je gaat die ook niet daar nog eens in lastig vallen dat je... supporter. Dus ik probeer ze, als je dan oogcontact hebt, zo wel even knikken en dan hopen dat ze het snappen. Dat wel, ja. Maar het niet opzoeken. Niet zo, come here, Red, zo voor die ze in de neus gaan hangen. Dat zou ik dan ook weer niet doen, maar dat is gewoon exact bescheiden wat ik kniksken heb. Of zo. Come on, you Red, in zijn gezicht is exact wat ik gedaan heb. Echt? Ja, oh, amai, amai. Ik vond het gênant, maar mijn lief vond het nog gênanter. Ja, dat was ook daags na die prestatie. Godverdomme, dat is Samke Vines. En wat deed hem? Wat deed hem? Ja, hij moest zoiets lachen. En dat madameke vond dat ook duidelijk heel plezant. Ik denk, ja, ik weet, misschien had hij dat ook al een paar keer meegemaakt na mindere matchen en was het dan minder positief of zo. En, dus ik dacht, en waar was dat? Waar was dat? Aan de botanieke tuin. Oké, okay, dan hang ik er ook eens bij wandelen. Ja. Ja, hetzelfde geld woont je daar in de buurt, hè? Dat weet je niet. Ja, dat kan, geen idee. Ja. Sorry, Sam, als je dit hoort. Ik ben ooit Beleuni tegengekomen in de Carrefour. Ja. Ik ben er gewoon mee beginnen babbelen. Uiteraard. Ik ben er gewoon in gestapt. Hey, coach, hey, en Frans, ik zeg, oh, merci voor alles. En ça va, ja, dat was een gezellig gesprek. Ja. En hij gevraagd, woon jij in de buurt? En zei een week, zeg, oh, ik ook. Goed gesprek, echt. Gevoeld. Nu, als dat Sam Vines had geweest, had ik wel gewoon gaan vertellen. Maar fuck, gast, ik ben de enige die nu u zegt zitten. Een heel jaar lang. En ik zou hem over de vierkante paal hebben verteld. En ik denk dat wij vrienden zouden zijn geworden. Ja. De Square Goalpost. Ik vond dat wel een reminder. Social media met mijn daddy of Sam Vines noem je. Ja. Ik vond dat wel een reminder. Inderdaad, wat voor een jong gastje dat eigenlijk is. Dat is de snotneus, hè. En op het veld, je zegt gewoon, ik kijk naar het voetbalveld en dat zijn allemaal mannen. Hè? En dan zie je die inderdaad passeren op straat, installeren fraksje en zijn madameke. En dan is dat de vention eigenlijk. Hè? En dat, ja, dat is het, allez, niet dat dat een prutsmannetje is, maar gewoon, ja, je ziet dat dat een jonge kerel is. En dat vond ik wel een goede reminder of zo. Ja. Dat iedereen af en toe eens een andere speler moet tegenkomen, dat te beseffen. En niet te veel opzoeken, Geron. Hey, respecteert die mensen in de privacy. Toch een klein beetje. Je dan in Beleuni zijn winkelmand gaan zien. Allee, hè. Hey, dat is bij mij ook vaak genoeg gebeurd. Dat zal de Vincent ook al wel eens hebben meegemaakt. Ja, dat is waar. En het feit dat je Beleuni tegenkomt en het was rustig in de Carrefour, ik dacht van kom even een tittertje doen. Je hebt gelijk, absoluut. Daarnet, Geron, had jij het ook over meer voetbal uit het middenveld, om het even terug over de wedstrijd te hebben. De keuze voor Balikwisha, Miyoshi en Benson is daar misschien niet zo gek aan. Voor die dreiging en die dynamiek. De tandem Nainggolan Youssouf, dat werkte ook goed, Vincent. Dus ja, we misten Verstraeten door een schorsing. Ik denk dat Priskin ook had kunnen kiezen voor een soort van zekerder systeem, maar hij heeft duidelijk voor de aanval gekozen. Gaat hij dan nu in de playoffs overboord keeperen, of gaat hij toch durven om op deze manier ook aan die playoffs te beginnen? Wat denk jij? Ja, je zegt het zelf, hè. Er zit iets minder zekerheid in. Hè? Want uiteindelijk komt Miyoshi daar als een soort voorwaartse punt van een driehoek terecht.
En dat is toch iets anders dan als zelfs een Gerkes daar komt te staan, of dat die een driehoek bestaat uit Youssouf, Nainggolan en Verstraeten. Dus ja, wat spektakelwaarde betreft, en zeker tegen de mindere ploegen, ja. Maar opnieuw, ja, het is just die Champions Play-off. En dus weet ik niet wat dat moet doen. Ik weet het niet zo goed. Want ik vond Yoshi ook niet per se goed, eigenlijk. Vond je dat niet per se goed doen. Dat systeem klopte wel. Maar ik heb niet zoiets van, ja, zit je daar morgen een Balanta en Rits raken geen bal? Dat denk ik niet, eigenlijk. Of Nielsen en Thuma, om er ook maar twee anderen te noemen. Ja, ja, wel. Nu, dat waren allemaal zesjes deze match. Hè. Alleen Vines was 7 en Yusuf was 7, volgens de gezet. Maar er werd wel gevoetbald. Er waren driehoekjes. Er zat iets in van... Hey, die kunnen meer dan twee passen aan elkaar. Er zat snelheid in mijn momenten. En ik denk dat... Hij was de laatste in de Champions playoff. Ja, dan ga ik liever ten onder met Frank en vrij voetbal. Dan waarschijnlijk ten onder met zo heel zuinig een aanval en hopen dat de vrij scherp staat. Ja. Ja, ik vind het gewoon jammer dat we niet kunnen zeggen van oké, dat systeem wat pakkelijk uit er staat, we halen Miyoshi eruit, want die speelde al een aantal maanden onder zijn niveau, en we zetten daar iemand anders. Dat zou Fischer kunnen zijn, of Fischer op de flank en Balikwisha dan naar die plek. Enfin, daar kunnen we wat mee goochelen en toveren. Maar nu vind ik dat moeilijk om te zeggen wie die plek kan innemen. Maar we moeten oppassen met te zeggen dat Miyoshi al een paar maanden, die is redelijk lang gekwetst geweest. En die is toch wel zijn zesde match terug, denk ik. En van die matchen heeft hij er weinig echt volledig gespeeld ook. Maar ook niet veel goed, dus... hè. En los van de hele wedstrijden, gewoon zo. Ik zie die graag shotten. Hè. Ik heb het constant gevoel, er zit meer in. Maar dat duurt al lang. Snap je? Dat gevoel. En de ene keer komt dat er wel eens uit, maar ook vaker niet. En dus om met dit systeem op Brugge te gaan shotten, en met deze 11, ja, dat weet ik niet. Maar ik vind wel een... Maar het enige wat je met een Birger meer hebt, is een breker. Maar zeker geen voetballer extra. En ik zou toch wat meer voetbal willen zien. Ja, ik weet ook niet of dat de oplossing is, hoor. Integendeel, hè. Om een Birger daar op een of andere manier in te passen. Maar je zou... Ja. Wat zou de... Hè, want, de shotter, de voetballer, hè. We zijn nu aan het denken, Birger inpassen. Dus dat betekent dat er wel gasten ook zeker zijn van hun plek. Youssouf Nainggolan hebben wel een goede indruk gemaakt. Hey, Geron, of jij bent nu juist aan het drinken, maar... Nee, rustig. Nee, ik heb mijn tas gewoon laten zien. Zet zijn fijn tas. Oké. Een fijn tas. Nee, maar dus die tanden werkt wel. Dus die uit elkaar halen is misschien ook gedom. Ik vond Youssouf heel goed, echt wel. Maar ik vind een Birger erbij, dat is te veel van hetzelfde. En je moet daarvoor een voetballer hebben. Kan dat Fischer zijn? Absoluut. Kan dat een Eggestein zijn? Ik denk het ook. Op dit moment is dat een Miyoshi. Maar ik denk dat je die drie dan moet wisselen. Eggestein, Miyoshi en Fischer als hem terug fit is. En dan de drie anderen zijn Youssouf, Nainggolan en Birger. En daar moet je tussen wisselen. Maar geen Birger tussen een Miyoshi. En waar zou de Gerkes inbrengen als je iets moet doen op middenveld? Ik vind dat een hele moeilijke. Kan er een Zwitsers zakmes noemen ze dat. Hè? Zo kunt alle knipjes en tangetjes en mesjes uithalen. Je kunt dat overal wel ergens gebruiken. Maar dat is een joker, hè, Gerkes. Ik denk dat Gerkes toch niet bij mij in de basis 11 zou staan. Niet voor een standaardwedstrijd, maar ik denk voor bepaalde wedstrijden kunnen dat tactisch wel zeggen. Van oké, nu gaan we die wel zetten om dit of dat precies te doen. Daarvoor ken ik te weinig van de tegenstanders, laat staan van tactiek. Maar dat is er eerder zo ene dan, idealiter spelen we met Gerkes. Ik denk dat we daar niet op zitten, toch zeker niet in deze formatie. Allee, we zijn niet Leko-ballonshotten. Maar... Ik wou zeggen, tenzij dat je Ivan Leko bent, weet je niet wat je aan Gerkes hebt. Ja. Maar dat is wel, ik vind dat wel een hele nuttig om in je kern te hebben en om als 12e of 13e man op de bank te hebben zitten. Maar ik zou niet iemand laten moven en het systeem omgooien om Gerkes erin te passen. Ja. Nee, ik pakte zijn naam er ook uit, omdat hij wel de eerste was die was ingevallen in minuut 69 voor Benson. Dus dan lijkt dat toch wel ergens... Ja, als dat uw eerste invaller is, ik zou dan denken dat Eggestein in aanvallend opzicht uw eerste wisselmogelijkheid is. Of Samatta, als je met twee aanvallers wilt gaan spelen. Dus hij ziet toch wel iets, Priske, in Gerkes, dat hij misschien in Eggestein minder ziet. Want ja, op die Miyoshi-plek kwam hij eigenlijk. Hè? Want alleen Miyoshi is dan naar de plek van Benson gegaan. Op die plek is dat iets behoudender. Hè? Het is iets minder creativiteit.
Maar wat meer loopvermogen, ja. Misschien om waarom zouden dan niet Eggestein proberen? Het, is dan, het, werd wel, het werd volgens mij wel wat plat gerelativeerd. De wedstrijd was maar tegen Cercle Brugge. En het was toch de laatste speeldag. En we waren al zeker. Ja, als je op het einde van de rit een punt tekort komt om de derde plaats te pakken, dan ga je wel eens goed vloeken. Of kampioen. Want dat is, of kampioen, of tweede. Of, hè, maakt dan niet uit. Als je een positie had kunnen winnen, dan ga je wel eens vloeken, denk ik. Mm. Dus ja, bon, hij zal dan van Gerkes wel dingen zien die hij van andere mensen niet ziet, onze coach. Voor de rest hadden we Vines en op de flank dan uiteraard. En Bataille stond er ook in, omdat we niet veel andere opties hadden. Bouta was geschorst. De Laat was uit door... Ja, nu weten we ook waarom. Ja. Daar wou ik het ook nog wel even over hebben. Dat was iets dat niet in de vorige podcast kon zitten, omdat het medisch bulletin te laat werd geüpdate. Maar dus de man zit met darmproblemen. Ze hebben dan ook op de clubwebsite gezegd, we zouden graag hebben dat alle insinuaties nu stoppen. Hij heeft niet op een ander zijn gezicht gelapt. Hij ligt niet overop met een trainer. Geron, is dit nu de juiste manier geweest? Achteraf gezien is dat makkelijk natuurlijk, maar hoe dat ze dit hebben moeten aanpakken, of hadden ze toch sneller... Tuurlijk niet. Iets moeten zeggen. Als dat zoiets is, zit er hem toch gewoon duidelijk over. Alles wat ze gedaan hebben, is al die geruchten in de hand gewerkt. Door geheimzinnig te doen. Ik ben altijd voor communicatie zo duidelijk en zo open mogelijk. Maar het is wel medisch. Hè? Dus dat, ik weet, Thomas heeft daar ook eens een pleidooi voor gehouden. Medische informatie, dat is niet zo evident om dat te gooien. Maar je kunt zeggen dat, dat er wel degelijk een medisch probleem is. Je moet niet ineens zijn darm op het veld gooien. Maar... dreds. Maar gewoon zeggen, maar kijk, hè, er is effectief een medisch probleem op dit moment. We zijn aan het onderzoeken. En er is echt niks anders. En als je er heel open in bent, dan kun je wel dat counteren van er is gevochten, en dat is met een trainer. Maar er staat in de medische update, staat nu de speler over een diagnose beschikt, wenst hij die publiek te maken. Ja. Dus stel dat hij gewoon wist van er is een medisch probleem, maar we weten niet echt wat. Hè? Dat is ook wel ongeveer wat er gecommuniceerd is. Er is gezegd, er is een medisch probleem, het is ook een beetje mentaal. Hè? En dus hij moet tot rust komen en tegelijkertijd onderzoek laten. Dat is eigenlijk wat er gezegd is. En wij hebben dat niet, niet geloofd, wat ik begrijp, want dat klinkt niet geloofwaardig. Nee. Maar misschien was het wel gewoon echt wat er aan de hand was. Maar het was in combinatie met die vroege wissel, het was in combinatie met die gierende banden vertrekken. Dan moeten we een ander soort bericht schrijven. Dan moeten ze zeggen van hij is vertrokken naar huis, hij is echt niet goed. Het heeft niks te maken met gierende banden. Je moet dat durven counteren en dat hebben ze ook niet gedaan. Maar pas op, maar wij zijn allemaal, en dan heb ik het niet alleen over ons, degene die maken, maar ook iedereen die luistert. Wij zijn fans, wij zitten daar diep in. En wij luisteren elke week naar een podcast van een uur over de Antwerp. Hè. Wij zitten daar diep in. Maar op het moment dat een club communiceert op hun site, wil dat zeggen, is dat voor iedereen. Staat dat morgen in de gazette, ook bij de Bomma. En als dat daarin staat, hij heeft niet op iemand anders gezicht, dan denkt de brede massa, het zal dus wel zijn. Snap je? Ja. Dus door dat soort geruchten te benoemen, dat is ook een gevaarlijk spel. Hè? Dus, ja. Nee, maar je moet er wel op counteren. Als je voelt dat allee, dat is net toch. Hè? Dat is in crisiscommunicatie moet het vooral duidelijk zijn. En dat is het niet geweest. Er is eigenlijk vooral geen communicatie geweest. En maar crisis... Ik begrijp ook wel dat je het is wat dat Vincent zegt, er is een diagnose, hij weet wat hij mankeert en dat hij wel beslist wanneer dat het correcte of het volledige nieuws gedeeld wordt. En nu heeft iedereen zoiets van, natuurlijk, als Richie erbij is, is hem fit en is hem oké om te spelen, zijn we gerust. Maar je hebt een communicator nodig die dat ook eens uitlegt aan spelers, dat soms beter is om dat vrij te geven. Zoals vorig jaar, de Birger, die blind is aan één oog. Wij zitten al een half jaar te roepen dat hem niet gewoon shotten was, of is dat al anderhalf jaar geleden. En dan blijkt dat hij een half jaar blind heeft gespeeld. Als jij weet dat als we dat hadden geweten, had dat zelfs een ander verhaal geweest in het stadion. Ja, tuurlijk, maar opnieuw, dan is dat zaak aan zowel speler als club, of dat je dat wel wilt vertellen. Hè? Want het gaat over medische info. En uiteraard is dat bij een sporter daarvoor relevant. Daarvoor hebben een communicatiespecialist nodig die zegt dan, ik zou dat wel doen. Was die er al? Bij de vorige communicatie, bij de derby? Dat denk ik... Dat weet ik niet.
Nee, dat zal wel niet. Dat zal wel niet. Zwart, ook niet meer belangrijk. Nee. We weten wat hem heeft. Ja. Richie, het allerbeste. En als je toch nog eens op een zijn gezicht wilt slagen, het is nu het moment, want je kunt het op iets anders steken, zou ik zeggen. Dat brengt ons wel bij de vraag, waar is Duomo? Als die niet op zijn gezicht heeft gehad, waar is die? Hij heeft misschien op zijn gezicht gekakt. En dat weten we niet zeker. Oké. We gaan, dit gaat de verkeerde kant uit. We gaan voor de publieksprijs volgend jaar, hè? Ja, opnieuw. We blijven pieken naar wanneer er prijzen te winnen vallen. Ja. Dat zijn de momenten waar dat over gaat. Ja. Op een volledig andere toon dan. Er waren toch nog ruim 12.000 supporters aanwezig, ondanks het gewijzigde uur. En die stonden allemaal wel in voor een mooi eerbetoon aan Miguel van Damme. Dat hebben we toch weer goed gedaan, denk ik, als club. Geron, jij zit dan bovenaan. Ja. Moet jij dan iets extra doen? Weet jij van bepaalde dingen? Ik wist dat we met de fanfare gingen rondgaan en die foto ervoor. En dan kregen we de commerciële aftrap van de sponsor. En dan de echte aftrap. En vlak voor de echte aftrap gingen we nog een minuut applaus vragen. Ja. En ik vond dat... we hebben dat ook gevraagd, van, moet het nog? Omdat het moment dat die een doek, ze voorbij komen met een doek, was dat een heel spontaan applaus. Hmm. Ik vond dat eerlijk gezegd, voor mij persoonlijk, vond dat mooier dan die een extra minuut dat we nog hebben gedaan. Ja. Omdat dat vanuit de supporters kwam, dat was niet opgelegd. Dat was hop, hè, ook in die 16e minuut, dat was redelijk spontaan. Miguel van Damme, iedereen riep mee. En dan... Ja, ben ik ervoor om dan te zeggen van, hey, weet je wat, die een extra minuut om dat nog eens te doen. Ik had dat durven weglaten, maar ja, wie ben ik? Nu, ik denk dat dat wel een script is ook. Dat, ja, ze, dat klinkt heel zakelijk en een beetje raar om dat zo te zeggen, maar dat is wel... Dat staat in het draaiboek van, voor de wedstrijd. Dus man, iets grappen 3 minuten op voorhand, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet, dat snap ik, maar... Maar wat jij er, Vincent? Ah nee, jij wordt ziek. Nee, daarom waarde jij er. Ja, tuurlijk. Oh, nee, wat jij moet zeggen, tuurlijk. Maar... Zo, ja. Nee. Ja. Maar dat was zo mooi, dat spontaan moment. Ja, ja, ja. Dat je daar even denkt van, oh, kunnen we hier niet snel koppelen? Is dat mogelijk? Ja. En ja, dat is heel moeilijk, dat weet ik ook wel. Maar ik vond dat spontaan moment mooier dan die... Maar het gaat over het moment, denk ik, wat belangrijk is voor familie nabestaanden. Hè? Wat voor hen het warmste moment is. Hè? Want jij hebt bij dat eerste moment, en waarschijnlijk de meerderheid van het stadion, de beste gevoelens. En misschien zij ook. Maar wat dat je wilt vermijden, is dat iemand zoiets heeft van, hey, dat is hier begonnen zonder minuutapplaus. Dus daarom moet je die inplannen. Ja, ja. En alles wat meer is meer... En over 3-4 jaar, Geron, ga jij die spontane minuut onthouden. En dat is wat telt, denk ik. Als ik nu nog maar terugdenk aan Do You Never Walk Alone voor Julie Van Espen, dan kijk ik al kippenvel over heel mijn lijf. En die was waarschijnlijk wel gescript, of weet ik veel. Het gaat hem gewoon over hoe je dat beleeft als mens in dat stadion. En iedereen heeft zo wel een moment dat hem pakt. Ja, ik vond die minuut niet slecht, hè. Nee, natuurlijk. Dat heb ik niet gezegd, hè. Maar het sterkste was de spontane. Ja, dat spontane moment. Toen had ik kippen wel. Weet je, van, wow. Ze zijn al ontklappen. En die kwamen voorbij en die bleven. Maar ik vond dat heel graaf. Ja, absoluut. En dan die 16e minuut was er ook nog eens met die liedjes erbij. Ja, mooi. Dus in Antwerpen zijn er toch mensen die deftig en stijlvol kunnen supporteren. We zullen het daar maar op houden. Zeker absoluut. Nog een soort kippenvel moment, maar dan vooral sportief. De 1-0 van Balikwisha, uiteraard. Frey kan niet shotten, maar zijn assist, want het was al dan niet bedoeld, maar het kwam toch goed terecht, was toch meer dan behoorlijk. En als ik het in uitgesteld relais bekeek, want ik was de finishlijn van de Amstel Gold Race aan het leggen, zodat ze de dag nadien fout konden zien... Wie dat er gewonnen had. Legde jij de finishlijn? Nee, dat is niet waar. Maar ik stond wel mee in de jury toen dat zo over de meet kwam. Maar dus, ik heb het in uitgesteld relais moeten zien. Ja. En dan weet ik ook al wat er gaat gebeuren en zo. En dan, Benson, ik dacht van, maar eigenlijk was dat een brolle voorzet. Amai. Want je weet wat er gaat komen. Ja. Maar dat was eigenlijk al niet goed gedaan. Dat was goed gecounterd. En dan Golan stampt die bal weg. Benson heeft ruimte en eigenlijk moet hem Frey aan de tweede paal gaan zoeken, maar het is door dat schamp, schamp schot was het niet, maar het is door de schamp op de verdediger van Cirkelen dat Frey
de acrobaat kan gaan uithangen. En dan Balikwisha, ja, laat nog maar eens zien dat hem technisch wel een super verfijnde speler is. Ik was echt aan het roepen naar mijn tv dat hij voor zit in de tweede paal ging. Ik was aan het roepen en dan moest ik bijsturen, want dan was het ineens goal. Maar ik was echt die een pencil. Oh, jongens. Dat zei je toch van ver. Er staat twee man in de box. Miyoshi en Frey. Dus, nou, wie ze hebben zo nog eens een periode gehad, hè, dat ze op Miyoshi zijn kop aan het mikken waren. Lange ballen. Shit, man. Ik dacht, nee, dat kan niet. Want Frey stond ook alleen. Miyoshi gedekt of Frey alleen. En ja, die bal die geraakt daar niet, of hij kiest verkeerd, dat weet ik niet wat dat uiteindelijk was. Ik weet niet wat het ergste is. Het was ook niet Manuel zijn beste avond, vond ik. In de eerste helft leek dat, had je zo af en toe oorlog met de bal. Ja. En net altijd de foute keuzes, vond ik. Zo, ja, dat was iets van, allee. Zo zaten wij erboven. Ja. Beter nu dan volgende, binnen twee weken. Liever, absoluut, absoluut. Zeker en vast. Ja, dus op dat moment hadden we wel al, wel al wat kansen gehad om iets, ja, tuurlijk, om toch al meer voor te staan. Dus het puntenverlies is ja, echt wel jammerlijk te noemen. Vooral ook omdat die mannen hun eerste kans, dat is dan ook maar direct een goal. Ik vond wel een hele goede vrije trap van Hodic. Ik had dat niet verwacht, zo met je linkse. En dan toch die nog daar krijgen tegen de paal. En dan, ja, bon, de paal heeft een denkie om dat maar binnen te duwen natuurlijk. Dan begin ik direct te denken, zo'n Hodic bij ons op de 10. Als je dan toch niet Mercier moet gaan halen, want dat gaat niet werken bij ons. Ik zeg het u, laat hem in Leuven. Dat wordt een typische transfer van, we gaan die halen, die doet dat goed op een ander. Komt naar een Bosuil, wordt niks. Maar zo'n Hodic, die is ook niet super oud. Ik denk dat hij toch ook 4, 5, 26 is. Dat hij zeker niet ouder is. 26. Wel, dat is, als je dan toch, Anderlecht gewijs van de jaren 90. En misschien daarvoor ook, maar dat heb ik minder bewust meegemaakt. We gaan de beste spelers van de concurrentie in België kopen. En zo worden wij de beste van België. Matondo en Hodic van Cercle Brugge volgend jaar bij ons. Zijn dat opties? Ik weet niet of Hodic de man is die u van vierde of derde naar tweede of eerste gaat stampen. Ja, maar hij heeft Cercle voetballer wel van veertiende mee naar tiende gebracht. Ja. Dus allee, dat is misschien een ander niveau ook, maar ja, dat tuurlijk, gaat dan direct door mijn kop. Ten ja, weten ze nog rondlopen in België? Niemand. Refailov bij anderen. Refailov, ja, het is dat. Bezos. Ja. Ojija, dan Hans heeft daar heel lang voor gepleit, van die naar ons te halen, maar dat is nu denk ik niet meer mogelijk, omdat hem toch ook al nog iets ouder is dan toen dat we in eerste klasse kwamen. Maar ja, dat is zo'n speler waar ik dan van denk, ah, wel, ja, als je daar data van hebt en die valt een beetje mee, dan zou ik daar toch Zo'n Storm, zou die op de 10 kunnen spelen of is dat echt een winger? Nee, ik heb naar Miet geluisterd met Storm en Dirks. En daarin zegt hij zelf ook wel, ik speel het liefst aan de linkerkant, zodat hem het liefst naar binnen kan komen of buitenom gaan. Ja. En dan voor de voorzet of toch nog voor het schot kiezen. Want hij kan het eigenlijk allebei. En hij heeft bij Brugge in der tijd wel veel op de 10 gespeeld, maar dat was niks voor hem. Dus dat deed hij niet graag. En waar dat hij nu speelt, dat is zijn positie. Maar met Fischer en Balikwisha zit je daar wel goed. Dus dat denk ik niet dat Storm iets voor ons gaat zijn. Tenzij dat je Fischer op de 10 wilt gaan zitten, dan heb je wel iemand extra nodig voor op de kant. En dan, als Franke Priske zou aflossen, wat ik weet het niet. Sommige mensen hun wildste dromen gebeurt dat dan. Dan gaat dat misschien wel een extra argument zijn. Maar zou de opvolger van de Refailov, om het dan zo te noemen, niet eerder in Holland rondlopen dan in België? Dat kan. Allee, of is dat Amerika, waar dat Overmars toch contacten heeft? Ik denk niet, die tactiek van Anderlecht dat je net beschreef, denk niet dat in onze strategie van de komende jaren gaat worden. Nee, dat gaat ook niet meer lukken, denk ik. Ik zal mijn familie in Chili eens bellen. Ik zou hier zeggen dat er daar geen goeie rond is. Voilà. Als die mensen dat weten. Om het dan toch maar even terug over Priske te hebben. In de geschreven pers vooral is de toon al een pak milder dan, laat ons zeggen, een maand of twee maanden geleden. Het is al iets positiever allemaal. Komt er dan toch plots een soort van besef, of zien wij nu ook wat hij ziet, dat die kern voetballend toch niet is wat wij dachten dat het was? En doet Priske dat misschien eigenlijk gewoon heel erg goed?
Dat viel mij op, het stuk in Gazet van Antwerpen, zo de beschouwende analyse, dat hij een pak gematigder was en dat de vraag al was van ja, kan hem de strijd winnen in play-off, in de Champions play-off? Want het lijkt wel alsof dat hem al naar de uitgang is, maar stel nu dat hem het goed doet. Ja. Maar dat is... Ik heb mijn kar moeten keren. Ik begin echt te denken, eigenlijk doet die mens dat veel beter dan dat wij dachten. Maar is dat niet gewoon, in het begin is het allemaal paniek en chaos, want we gaan misschien play-off 1 niet halen. En dan wordt er veel geschreven van, hij kan het niet en hij gaat doelstelling niet halen. Dat is toch de bare minimum. En dan is het 1-0 tegen Zulte, 0-1 mm-hmm. op Leuven en 1-1 tegen Cercle en de toon is gematigd. Dat zijn niet de resultaten om aan naar huis te schrijven. Hè. Er is niet veel veranderd. Hè. Alleen hadden we gewoon... Anderlecht, Club Brugge en dan Mechelen na elkaar mm-hmm. met Beerschot ertussen, wat ook niet bepaald de referentiematch was. Union ook nog. Ja, voilà. Maar snap je, we hadden gewoon een moeilijker programma. Maar, er zijn ook heel veel analisten die... we hebben nu 63 punten. Hebben gezegd van ja, alleen geluk kan het niet zijn. Je kunt dat eens twee keer hebben, drie keer, maar het feit dat je zo vaak... tegen een overmacht met één aanval toch scoort en er even bovenuit komt, is niet zomaar. Hmm. En ja, misschien heeft hij wel meer gedaan dan wij zelf vermoeden. En hebben wij ook niet echt door hoe moeilijk dat is om 18 man, of hoeveel niet waren er, tot een ploeg te krijgen op één seizoen tijd. En dat is wel gelukt. Die gasten gaan wel echt voor elkaar door het vuur, denk ik. Dat is zijn grootste prestatie, denk ik. En het feit dat er vanaf het begin al dingen moesten gehaald worden. Er moest Europees gehaald worden en dan moesten we overwinteren. En dat zet de druk op dat team maken. Hmm. Ja, gewoon maakt dat proces langer, denk ik. Ja, ja zeker. Dus ik moet zeggen, ik dacht van ja, hij gaat... ik dacht dat we er beter vanaf waren, maar... Ja, ik moet me een kak intrekken. Maar er komen nog een paar matchen aan. En dan gaat dat heel rap weten. En wat ik wel raar vond, was dat hij ook zei dat hij niet meer had gebabbeld met de voorzitter. Dat vond ik wel straf. Die hebben dan een bras gemaakt. En dan denkt hij van, de stress is wat weg. Dat die vier dagen later toch even samen zit en zeggen, hey, van de week, hoe komen we later achter ons? Maar dat gesprek is er gewoon niet geweest. En dat vind ik wel een rare. Ja. Maar misschien is Sven Jaak wel gebabbeld en dat... Ja, dat zou kunnen. Dat de verzoenende factor is, of hoe moet je dat zeggen? Is er een paar... Mag je niet zeggen? Ja, inderdaad. Denk dat je ook meer hebt aan inderdaad zo'n gesprek met Sven Jaak dan met de voorzitter. Hmm. De voorzitter is... Ja, misschien leg je ook te veel gewicht op. Het zijn twee redelijk emotionele mensen, hè. Denk in toch zeker als het over de club gaat. Misschien heeft Sven al wel gezegd van ik heb met de voorzitter gebabbeld, het is in orde, jongen. Het is dat. En Sven Jaak daartussen is veel rationeler. En dat is misschien niet verkeerd dat hij inderdaad dat bilateraal oplost. Zo te zeggen. Mooi vindt ze het. Bilateraal. Maar dat is het uiteindelijk. Nee. Zeker en vast. Terug even naar het veld. Niet zozeer over de wedstrijd zelf, want behalve dat we jammerlijk puntenverlies hebben geleden en dat Sam Vinesman van de match was, zeg Geron, hebben we daar het belangrijkste over gezegd. Wat wel nog iemand was opgevallen, ik denk bij ons in de WhatsApp-groep, dat Buté in het rood keepte en de spelers speelden in het wit. En dat was een tof dingetje. Moeten ze dat altijd doen, Geron, voor u? Of is dat nu goed voor ene keer? Of is dat wel iets dat... Die kwamen op. Het eerste wat ik zei, waarom we zijn in het rood. En dan zag ik dat ook. En ik heb dat toen gezien. Ik zei, okay. Maar ik heb ze toch liefst in het rood. Ja, maar stel, wij spelen... ik weet niet, zijn er wedstrijden? In Champions Playoff gaan wij normaal gezien altijd... In het rood kunnen spelen. Maar volgend jaar, je moet nog staan daar. Je speelt daar in het wit. Of om dan gaat dat niet. Snap je, als de tegenstander in het rood speelt, kun je niet je keeper ook in het rood zetten. Dat is ook waar. Want op corners, om maar iets te zeggen... Daar had ik nog niet over nagedacht. Je kunt dat alleen doen als je een tegenstander echt in iets totaal anders speelt. Chaos. Maar het is wel leuk. Het is wel leuk, want je zou kunnen zeggen, Buté draagt, wat is het meestal? Geel, denk ik, als wij in het rood geel, spelen. Geel, zwart, denk ik, dat hem ook. Ja. Niet groen, kan dat? Ja, ja. Of Bollat was dat vaak in het groen. Snap je, je zou kunnen zeggen, we houden het daarbij. Maar nee,
als er de mogelijkheid is, spelen we in wit met rood. Of omgekeerd, ja. Rood met wit. Ja. Vind ik niet verkeerd. Ik vind dat tof, want dat is een detail uiteindelijk. Hè, dat daar toch over wordt nagedacht. Of dat iemand heeft gezegd, ik wil dat zo zien. Of dat nu Buté zelf is, of dat is een marketingding, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of je die een outfit kunt kopen in een shop, bijvoorbeeld. Geen idee. Maar ik vind het wel leuk. Ja. Dat tof. Of ik weet niet of dat het voor de Hans beter was. Met zijn... Ja rood en groen, hè. Blind zijn, dat zo wat... Ja, als het dan corner is voor Cercle en die staan allemaal voor de neus van Buté en die waren in het zwart, ik weet niet of dat iets doet, maar... Ja, je hebt toch zo zebras, hè, die met strepen en als die door elkaar beginnen te lopen, weten de leeuwen niet meer naar dat te moeten kijken. Zou dat niks zijn van een kipper met streppetjes? Oh, dat is altijd lelijk. Spitsen kan verwarren van, oei, zie ik naar dat veld of zie ik naar die kipper? Misschien bij Charleroi in de goal gaan staan. En, dat dan staat, zijn er opties. Dat staat wel degelijk te koop, dat rood keeper shirt op de site. Ah, voilà. En dat is effectief dus... met een andere print, dat is niet met die kathedraal glasramen in. Ja. Dat is wat met strepen. Dus je kunt in het grijs, rood en in het wit kopen op de site. Voilà. Dus al daarheen zou ik zeggen. En als je dat niet wilt, dan kun je nog altijd bieden op shirts. Die, ik denk, waren het wedstrijdshirts die voor de... Die van nu, hè? Ah ja, voilà. Niet diegene waar ze mee zijn opgekomen. Dat staat daar los van, misschien. Ja. Nee, okay. Ah nee, die zijn er ook bijgezet, zie ik nu. Ah ja, voilà. Dus die met zo'n 16 op de voorkant en rust zacht. Ja. Miguel staan erop. Dat van Almeida kan van u zijn voor €15. Alsjeblieft. Dat van Eggestein kost al 30. Ik zoek even Vines op voor willekeurige liefhebbers. €16, kom aan. Dat is gesigneerd. En die is wel man of the match, hè? Dat loopt nog 23 voilà. Uur. Kom aan. Ja, dan denk ik dat je een t-shirt zou kopen, zo weet. Ik stuur de link. Voilà. Dat is hier multimediaal is, ongezien. Ongezien. Tenzij dat jullie nog iets kwijt willen over Cercle, stel ik voor dat we toch al een beetje vooruitblikken op de play-offs die gaan komen. De kalender is vandaag bekendgemaakt, terug te vinden op de site van de club. Dus zet de data alvast in uw agenda. En wij beginnen eraan met een uitwedstrijd op het veld van Club Brugge, den 24 april is dat zeker? Ja. Ja, 24 april. Luik Bastenaken-Luik ook die zondag, dus je zult moeten kiezen, man. Ik vergeet mij niet. Ja, maar ik zeg het maar voor de liefhebbers. Chance dat Standaard er niet bij is. Ja, voilà. Dus het zal rustig zijn in Luik. Die mannen zijn blij dat ze geen play-offs spelen. Geron, is dat nu een voordeel beginnen op Club Brugge of zeg jij nee, ik had liever thuis tegen zeg maar iets Union begonnen. Hoe kijkt jij naar de kalender? Ik denk dat alles zijn voordelen heeft. En ik denk dat dat gewoon enorm afhankelijk is van de uitslag. Ja, dat altijd. Als je wint op Brugge, ja, dan zijn ze wel gelanceerd. Als je thuis verliest van Union, is dat wel heel wrang. Ja. En dan denk ik nog liever dat ik toch wel liefst nog begin op Brugge. Weet je, dan is er, denk ik, voor mij in mijn hoofd de zwaarste match gehad. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, het is een beetje een match waarin dat je, als je het bekijkt vanuit we gaan niet meer voor plek 1 of 2, weinig te verliezen hebt. Nu, als je het bekijkt van we gaan wel voor plek 1 of 2, dan is het zwaar van de moeders. En voor allebei de scenario's kunnen zeggen van ja, dat is goed dat je daarmee begint. Het is goed dat je begint met het resultaat is eigenlijk ondergeschikt, want het maakt niet uit of we gaan voor derde of vierde. Of ja, dan weten we ineens waar we aan toe zijn. Hup. Stel dat je die match wint, ja, dan kan ineens in je hoofd terug alles. Maar als je ze verliest, ja, dan kun je ook een conclusie maken. En dan zal het derde of vierde worden dit jaar opgelost. Dus ik denk dat dat veel duidelijkheid kan scheppen. En dus dat je maximaal moet opladen, omdat dat je komende maand bepaalt het resultaat van die wedstrijd. Vind ik leuk. Heel mooi gezegd, Vincent. Ja. Bam. Finish, zeg. Even uitpakken. Bam. Kabang. Nee, super. Ik had liefst begonnen thuis tegen Anderlecht. Omdat je dan... Ook daar, hè, je moet winnen. Maar ik zou direct al de eerste willen oprollen. Dat je dus zo van vier naar drie kunt springen. En dat je dan... je gaat niet direct bij Club Brugge terechtkomen. Maar dat je toch al zo aansluiting maakt. En dat je alleen een achter u hebt. Dat je die al een beetje in de crisissfeer dompelt. En dat je daarvan kunt profiteren om zelf naar boven te kijken. Dus ja, ik vind... Ja,
Ik had liever begonnen tegen Anderlecht. Dan zei je ook meteen, dan is het meteen duidelijk waar dat je aan toe bent. Maar het is wat het is en je moet op het einde van de rit tegen iedereen twee keer gespeeld hebben. Ik had liever geëindigd tegen Anderlecht. Om gelijk vorig jaar zo'n wedstrijd te hebben. All or nothing. Met als, ja, gewoon met als inzet die derde plek. Ik vind dat wel schoon. Of, stel dat het dat scenario wordt. Ik vond dat wel fijn. Misschien ook omdat we aan de juiste kant van die wedstrijd zijn beland. Mm-hmm. Door een vroemelgoal van de Didier. Maar het is, ik vind dat wel tof aan die play-offs. Hetzelfde met, stel dat de dag ooit komt dat we kampioen spelen. Liefst dan, gelijk nu, op het veld van Union. We staan nog 2 punten achter, maar dan we die pakken zijn we kampioen. Ah, vind ik heerlijk. Dat is voetbal op zijn best. En niet, de Anderlecht is ons aan het naaien, want die zijn van Club Brugge ontwinnen, want Club Brugge heeft geen inzet meer, blablabla. Nee, gewoon rechtstreeks in gaan. Vind ik top. Maar stel je voor dat we spelen de laatste match op Union. Als wij Union pakken, is Club Brugge kampioen. Maar dat hangt ook... er vanaf wat je zelf nog kunt halen. Als je zelf derde kunt worden of tweede, ik zeg maar iets, dan moeten er wel gewoon keihard voor gaan. Dat altijd. Als er en je moet er eigenlijk altijd voor gaan. Kun je het u inbeelden dat je gaat verliezen op Union? Dat zou ik echt spijtig vinden. Gewoon om de Brugge een kloot af te trekken. Nee, dat zou maar dan zijn die wel kampioen op Union. Hoe leuk is dat? Toch leuker dan Club Brugge. Ja, dan kun je mee vieren. Maar dat vind ik ook raar. Ik zou dat raar vinden. Ja. Ik zou niet blij zijn dan. Mijn kop is een dilemma. Ja, ik snap het wel, omdat je dan zo gezegd... Club Brugge is een grotere concurrent dan Union en dan niet de wind in de zeilen geeft, snap ik. Maar het is nog altijd een sport en net geen bedrijfding. Ook al dat ontkennen wij toch heel hard in ons hoofd, snap je? Dus ik vind dat op dat veld ook een sport nog altijd mag zijn, eerder dan een bedrijfding. Ja, absoluut. In sport wordt er ook worden er prijzen gewonnen. Volgende week is het beker op paasmaandag, Gent tegen Anderlecht. Er zijn verschillende websites waar dat je de scenario's kunt bekijken. Wat als die tweede wordt en die derde en die vierde en die winnen de Europe Playoffs en toestanden. Wat mij betreft is er één verkiesbaar scenario. Dat is dat Anderlecht de beker wint en met die bekerwinst aan de playoffs begint. Want dat betekent volgens mij dat alle ploegen die deelnemen aan de Champions Playoff zeker zijn van Europees voetbal, de eerste Champions League voetbal, de tweede voorronde Champions League. Pak nu dat wij derde worden, dan pakken wij het beste Conference League ticket en dan heeft Anderlecht zijn Europa League ticket. Ja. En dan speelt de winnaar van de Europe Playoff, die speelt dan... het slechte Conference League ticket. Ja. Die speelt dan, wat gaat dat dan zijn, 29 mei of zo, moet je dan al direct terug beginnen. tegen de zesde uit Bulgarije of zo. Zoiets. Misschien dat ik het Anderlecht per definitie het meeste gun, maar ja... Dat zou ik dan toch wel het liefste hebben, wat jullie, heren. Ja, het is ik kom een beetje tegen mijn natuur, maar laat inderdaad een Anderlecht het maar pakken. Meer zelfs, stel dat die inderdaad een beker winnen en al heel snel wordt duidelijk dat die tweede plek onhaalbaar wordt voor hen. Stel dat ze meteen verliezen van Union en nadien van Club Brugge, denk ik. Dan hebben die ook geen baat meer voor de derde plek te gaan. Want met bekerwinst hebben die een beter ticket dan wat de derde plek geeft. Dus dat kan in ons voordeel spelen. De moment dat die zijn uitgeteld voor de tweede plek, is dan ook ineens, valt er niks meer te winnen voor die mannen. Dus met dat in het achterhoofd, laat hen maar een keer die een beker winnen. Ja. Oh, nooit gedacht dat ik dat ging zeggen. Zeg. Shit. Spoel uw mond, Geron, jij? Ja, what she said. ik denk dat Anderlecht winnen, oké, goed. En dan zijn we wel zeker. En dan is Anderlecht misschien... niet meer zo gemotiveerd en worden wij derde, tweede en dan eerst. Want voor de duidelijkheid, stel dat Gent hem wint en ze winnen play-off 2, dan is er eigenlijk ook niks aan de hand. Dan speelt ook heel play-off 1 Europa. Hè. Ja. Maar stel ze winnen de beker en ze winnen play-off 2 niet, hè. Stel Genk wint die of KV Mechelen of zo, dan moet de vierde, eventueel Antwerp, nog een soort finale spelen, gelijk dat we ooit tegen Charleroi ook hebben moeten doen. Hè. Ja, exact. Thuis. Wij spelen dan thuis, geloof ik. Ja. Daar zou ik het dan toch ook liever niet van willen laten afhangen, heb ik gezegd. Nee, ik vond dat geen tof idee toe, dat weet ik nog. Maar dat is wel opnieuw, Vincent. Hè. Dat is, ik zal zeggen, man tegen man. Hè. Je speelt, je weet het is duidelijk, als je wint, gaat Europa in.
Als je wint, speel de kampioen. Hey, dat is hetzelfde wat je daarnet zegt, maar ja... Ja, maar het is totaal vermijdbaar. Dat is waar. Het andere. Het is niet een prijs die verdeeld moet worden. Het kan ook gewoon gebeuren dat je een keer toevallig meewerkt en hier een beker wint, zodat we sowieso Europa heen gaan. En dan vindt die finale nooit plaats. Ja. Lijkt me top. Maar puur sportief, wie denkt... Ik denk wel dat die beter zijn, dat die hem wel gaan winnen. Ja, die zitten niet in. Ik ben blij dat die er niet in zitten. Ja. Ik heb liever Anderlecht bij ons. Ja, als Anderlecht slecht is, zijn ze echt slecht. Ja, ja, de ondergrens is diepe. Ja. Maar echt... ik heb die match gezien. Eerst met een half oog, maar dan hoe boeiender dat werd, ben ik daar echt Kortrijk voor gaan zitten. Dan, ja. Kortrijk Anderlecht. Ja, ja, ja. Dat laatste kwartier, die hebben stress, schatsen. Want dat Kortrijk... Ja, ik weet niet zo goed waarom, want ik vond niet echt iets. Maar die hadden er zin in, jongen, die mannen bij Kortrijk. Die gingen daarvoor. En Anderlecht moest precies kapot. Ja, die komen 1-0 voor. En op een bepaald moment komt Anderlecht 2-1 voor. Allee, 1-2 dan. Hè. En dan 1-3. Mm-hmm. En denk je van, oké, match gespeeld. Maar dan? Maar die bleef, en dan wordt dat 3-2. En dan, op de laatste minuut nog een corner tegen. Maar jongen, als je dan supporter bent van Anderlecht, dan wordt het zot gewoon, hè. Ja. Man, was het inderdaad. Nou, die mannen spelen ook van een prim, hè, waarschijnlijk. En die hebben de komende 3 maanden geen kans op een prim. Ja, die hebben hun eigen wel gesmeten, hè. Ja, op Mechelen ook al, hè. Dus je kunt niet zeggen dat die hun ding niet gedaan hebben, die mannen van Kortrijk. Nee. Wat er ook nog wel hangende is, dat is Union. Met hoeveel punten voorsprong beginnen die aan... Aan de play-offs, ook hier een beetje een dilemma. Wat hebben we het liefste? Dat Union wint dankzij een forfait-nederlaag, dus dat een Beerschot nog maar eens een keer verliest. En dat Union dus meer punten heeft, maar dat een Beerschot wel nog eens door het slijk moet gaan. Of door het stof liever. Of dat de kloof op Union klein blijft, maar dat een Beerschot daar wel vanaf komt met je punt. Opnieuw, Geron, een onmogelijk dilemma, maar... Wat ja, ik vind dat ook zo kak van die mannen van de A12. Dat is kak. Met Union was punten ontlaten liggen. Ja, ja. 0-0, nog 6 minuten. Oké, dat kan ze net in nog 7 minuten. Dat kan ze net in nog scoren, natuurlijk. Maar die kans wordt kleiner en kleiner, uiteraard. En dan door zo een bende paljassen op dat veld. Ja. Moet je waarschijnlijk 3 punten cadeau krijgen, denk ik. Ik denk dat dat ook het meest logische is, in plaats van 7 minuten nog overspelen. Is dat zo? Ja, Vincent, als je... Ja, maar, ik heb mij die vraag ook waar gesteld. Waar ligt die grens? Vanaf, snap je? Want stel dat dit gebeurt in minuut 3, dan geef je die punten niet, vermoed ik. Helemaal in het begin van de match. Dan speelde die match. Ja, wel, maar waar ergens ligt die grens? Ja, wel, ik zou die leggen op... Supporters van een ploeg betreden het veld, of dat in minuut 1 of in minuut 89 is... Die ploeg verliest. Ja. Punt. Ik zou die lijn daar trekken, maar die lijn is veel vager, want zo werkt tegen STVV in tweede klas bijvoorbeeld een keer hebben voorgehad. Hè? Mag dan de fans herinneren nog... dat was denk ik een 0-5 nederlaag uiteindelijk. Hè? Ja, maar, ik denk dat terecht... Ja, dat lijkt me terecht. Dan verkleed je toch als fan van een tegenstander en dan loopt er dat veld op in een... Oh, in een combi-match, in een combi-match gaat dat niet. Hè? Nee, dat is waar. Nee, maar als je... Maar ook daar... Ik wou zeggen, ik vertrouw erin, of ik vertrouw erop, dat die mensen er dan ook... Als er een dan op het veld loopt, hup, match gedaan, bats, allemaal terug naar huis, 0-3 voor de tegenstander of 3-0 voor de thuisploeg, dat je dan ook wel een soort van onderzoek krijgt, van ja, maar zijn jij eigenlijk wel een supporter van die ploeg? En, ja, maar dat is ook in 3 fases, hè. Allee, ik heb die al een keer uitgelegd, hè. Maar ja, als dan een uitgenodigde Hollander is, zoals we wel vaker zien in Belgische voetbal staan, is dat dan een supporter van de Beers of is dat een supporter van God weet van waar? Ja, maar er is ook een verschil, denk ik, tussen ene streaker of ene zatte Hollander die dat ineens het veld overloopt. Ja, nee. Ik denk dat je dat wel snel eruit haalt. Hier is het vrij duidelijk dat de supporters van een ploeg iets doen wat totaal niet aanvaardbaar is. Op geen enkel, niet alleen in een voetbalstadion, ook niet ergens anders. Dus je staat in de rij van de bakker, stel dat u voor, en ineens draai je die eigen om en begin je op je gezicht te slagen. Allee, kun je het u inbeelden? Als wij nu Union hadden geweest, had ik 3 punten geëist. Punt. Maar, maar het staat 0-0. Ik vind gewoon dat je moet die minuten nog shotten. Hoe banaal het ook is, je moet die shotten. Ja. Want dan is het helder. Dan zijn er 9 minuten geshot en er is een winnaar of er is geen winnaar of het is een gelijkspel. En ik snap inderdaad, als wij Union waren, dan zou ik dat ook eisen. Maar je bent in de slechtst mogelijke positie om erover te oordelen als je betrokken partij bent.
Dat is. Dat is net het maar ding. Maar we zijn dat niet, hè. Maar zijn dan, moet eigenlijk, dan moet je het stadion leeg laten lopen en op die moment, ik kom nog 7 minuten shot. Dat weet je ook dat dat niet gaat, hè. Allee, dat is theorie, hè. En je kunt, ah, ja. Je kunt met wetgeving maar proberen om rechtvaardigheid na te streven. Want rechtspraak is iets totaal anders dan rechtvaardigheid. Hè? Mm-hmm. Maar je kunt maar proberen om in de buurt te geraken van. En nu punten cadeau geven aan eender welke ploeg, is het niet juist. Maar dat is ook dingen. Stel dat dat op speeldag 2 gebeurt, of nu. Dat maakt ook waarschijnlijk een verschil. Oh, dat ja, juridisch niet, het seizoen. In ons hoofd wel. Nee, dat is niet. Juridisch in niet, de... ja. Nee, maar in het begin van het seizoen denk ik, ah, ja, god, hè. Geef ze maar, de 3 puntjes. Die Union, die sympathiek ploekske, die gaan juist op. Ja, ja, maar ja, als je kijkt, STVV mist op doelpuntensaldo play-off 2. En wij pakken met 1 puntje play-off 1. Dus heel het jaar lang is eigenlijk elk punt even belangrijk. Dan nu... Maar ik wil maar zeggen, hè, dat is zoals in de Formule 1 ook, hè, dat ze zeggen, ja, hè, omdat die... het was niet Mazepin, denk ik, of ene die dat daar op die laatste wedstrijd tegen de borduur knalt, dat de safety car en dat Verstappen erover gaat. Ja, als dat in wedstrijd 5 gebeurt, zegt niemand dat dat beslissend is voor het wereldkampioenschap. Nu wel. Dus je zit een beetje in diezelfde situatie, maar... Ja, wat is, er zijn ook duidelijk mensen die het willen weten. Peter van den Beemt heeft het vanmorgen met verschillende voorbeelden uitgelegd dat die rechtspraak, Vincent, waar dat jij het over had, dat een beetje alle kanten uitschiet. Je hebt wedstrijden, Genk Sint-Truiden, waar dat een andere beslissing werd genomen dan... Charleroi-Standard is ook eens geweest. Charleroi-Standard, inderdaad, maar hij legt dat daar heel goed uit. Dus ik zou maar zeggen, stond toen 3-0, dat weet ik nog, bij Charleroi-Standard of omgekeerd, Standard-Charleroi. Ja. Dan kun je zeggen, oké, op 7 minuten kun je... zeggen van, er is een uitslag. En ofwel is de regel, we houden een uitslag zoals hem is, vanaf minuut X. En mm-hmm. dan wordt het 0-0. Of maar dan loopt toch elke supporter het veld op als het een ploeg uitkomt. Als je kampioen kunt spelen, met je punt, en je loopt na 75 minuten het terrein op, match gedaan, je betaalt een boete, maar je bent wel kampioen. Dan is dat een slechte regel. Dus dan kun je op zijn minst al niet zeggen, het blijft 0-0. Oké, volgende. En zo kom ik in mijn hoofd alleen maar uit bij, je moet nog shotten. Hoe banaal dat ook is. Ja. Zou je dan niet beter heel de match spelen? Maar nee, want er is al 80 minuten niet gescoord. Je mocht het ook niet wissen. Nee, dat is waar. Dan krijgen we dat nu in de mol hebt. Alles wat er in de eerste aflevering gebeurt, is mogen vergeten. Oh, spoilers, Vincent. Misschien zijn er mensen die luisteren naar ons, maar die de mol nog niet gezien hebben. Ja, maar ik heb nog niet gezegd wat er gebeurd is. Hè. Ja, dat is waar. Maar, ja, de mol is eruit gestapt. Oké, verschrikkelijk. Oh, Geron, rotte hond. Dat is echt dat vertrouwen van Vine, zeg. Je hebt dat gekaapt en dat is misplaatste arrogantie geworden. Ik kijk niet naar de mol. En mensen die naar de mol kijken, die hebben dat al lang gezien. Dat is waar. Allee, het is stopen. Anders hebben we een klachtenbrief aan ons been. Wat je ook natuurlijk kunt doen, is Union speelt in Brussel. Volgende week is het ook een matchje in Brussel. Je kunt zo als pre-matchje... Union Beerschot voor de beker laten spelen. Dat zou toch schoon zijn? Hoe goed zou dat zijn? 7 minuten. Zo gewoon tijdens de rust. Ja, bijvoorbeeld. Geen gooien ze kindjes op het veld die wat oefeningen doen. Ah, wel, met de beker is er. De Romeo's komen niet zingen. Het is Beerschot tegen Union. Oh, dat vind ik echt nog een top idee. Ja. Maar dat gaat het misschien wel hebben. Mensen die Anderlecht gaan willen dat Union verliest. Iedereen dus dan gaat heb voor ineens... de Beerschot zijn. En dat willen we ook niet. Nee. Nee, maar ja, die hebben zich wel uiterst... niet sympathiek gemaakt in eerste klasse. Dus misschien dat dat nog wel een... dat eigenlijk iedereen nog wel op dat moment pro-Union wilt zijn. Die hebben toch een topjaar achter de rug eigenlijk. Ja, en wij gaan dat verprutsen op hun laatste speeldag. Die gaan van plaats 1 naar plaats 3 tuimelen. En wij gaan van de 3 kampioen naar 1. Spelen. En wij gaan, of het maakt al niet uit. En Brugge en Anderlecht zo gelijk in de laatste minuut. Wesley Hood of zo. Verfeil of met een penalty. Echt zo'n Aguero-moment, dat eigenlijk. Ja. Dat zoeken we. Wie gaat dan... Dan hebben we zo'n Florence Stevens nodig. Hier of daar. Ja. En dan... En Vines hier de winning goal. En die gewoon... Niet een assist of zo voor Frey, die dan topschutter ook wordt. Nee. Mijn streep, zo. Ja. Streep die duikt op. Zo van Bronckhorst tegen Uruguay op 2K in Zuid-Afrika. Ja. Zo die streep. Ja. Zo'n wow. Sizzling shot from Sammy Vines. Maar goed, nu zijn we echt wel aan het dromen. Als er nog dingen zijn die dat jullie willen zeggen, dan is het moment. Er was gevraagd om reclame te maken voor een sponsortocht.
Juist. Maar ik heb de details niet voor mij, maar ik ga die wel pakken. Het zijn supporters van een Antwerp die gaan van het stadion van Willem II, wat qua supporters alleszins toch een soort van vriendschappelijke club is van ons. Die gaan te voet van Willem II stappen naar de Bosuil. En per kilometer kun je dus 4 of 5 mensen sponsoren. En dat 5. bedrag wordt gebruikt om voor sfeeracties voor Antwerp Dynamite, om die te sponsoren. Dus het zijn mannen van Antwerp Dynamite. En wij kunnen dus elke kilometer dat die mannen afleggen, sponsoren. Dan denken we aan de spandoeken, genre Miguel van Damme of Strijd voor ons shirt. En de diamant van de stad. Ja. Denk ik toch? Als ik want Willem II, dat is toch dat is wel Friesland daar, niet? Nee, dat is Heerenveen. 66,6 kilometer, volgens het Facebook-evenement. Okay. Ja, Tilburg is Willem II, dus dat valt... Niet mee, hè. Dat valt niet mee. In vergelijking met Heerenveen... Ja. Maar er staat zo, vertrek Koning Willem II-stadion, 5 uur 's ochtends, aankomst Bosuil-stadion tussen 7 en 8. Dat valt niet mee, hè. Ik heb dat al gedaan, Sava. Naar Willem II gestapt? Nee, ik heb ooit 80 kilometer gestapt. Zotjes. Dus een dodentocht niet uitgewandeld, eigenlijk. Nee, het was een tocht van 80. Dus jij kunt eigenlijk meedoen, Geron? Maar dat was lang geleden. Ah, oké. Okay. Enfin, het vindt plaats op 4 juni. En je kunt zo op Facebook sponsortocht of gewoon naar Antwerp Dynamite de Facebookpagina gaan. En dan staan alle details daar, eigenlijk. Dat was gevraagd. Ja, gewoon doen. Ja, gewoon doen. Vind ik top. Ja. Absoluut. Cool ook. Ik kan eerst die t-shirt van Vines kopen. Dat ga ook, ja, je kunt je dan aandoen op de ontvangst, hè, want die mannen gaan toekomen dan tussen 7 en 8. Hè. Dan kunnen we daar met z'n allen gaan staan op de parking van de Bosuil. En, ja. En dan ga je gesigneerde t-shirt van Vines aan. Vind ik goed. Nee, zeker goede toevoeging, Vincent. Dank u, Ben. Heb je zo nog lucide momenten nu op het einde van de podcast? Of denk je van... Nee, ik heb nog altijd corona, dus mijn mobijn is af. Dat is gedaan. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Mobijn is af. Geron, ja. Heb jij nog... Ik heb aan een DJ een playlist gegeven met allemaal rockmuziek. ik kon die nog langer maken. Dus er mogen altijd request songs komen. Want we zijn er echt over een babbel, dus wanneer kunnen we dan nu het beste... Hij moest van de week heroin draaien en dan nog iets, omdat voor 2 spelers, voor Bataille en voor nog iemand. En hij zei, hier is het moeilijk, dus hebben we gewoon even de rust gekaapt. Gewoon zo heel de rust lang hebben we eigenlijk rockmuziek gedraaid. En misschien is dat wel het moment dat we dat apart zetten. Maar hij vroeg zo rocknummers op te schrijven, want hij had echt niks bij. Dus ik heb hem al een hoop dingen gegeven, maar... Ja. Ja, ik neem altijd als voorbeeld dingen. Hè. Manchester United, die maken daar een ding van. De playlist. Meer zelfs, dat is soms gecureerd door dan een lokale celebrity. Dus die hebben een aantal vaste ankerpunten, nummers die sowieso terugkomen. Denk zo aan de Stone Roses als laatste nummer van de opwarming. En zo. Enfin, er zijn een aantal dingen. Hè. Ja. Maar daar zit vaak lokaal talent bij. En dan dingen die dan supporter X of BVI of speler Z gekozen heeft. Ik vind altijd heel leuk, als idee. Ik weet niet hoe dat in het stadion aanvoelt. Misschien is dat ook gewoon een vreselijke mishmash van genres en ellendig lawaai. Maar... Dat slaagt ook duidelijk over op het veld, want United is nu niet echt... Ja, we doen dat al jaren. Ah, oké. Okay. Dus misschien is dat ooit... Ja, maar het gaat ook al jaren slecht. Ja, dus... voilà. Dus ja, ik heb hier nu een lijst. Ja, dat is een beetje de Studio Brussel van 15 jaar geleden, die veel mensen missen. Ja, ik kreeg ook al wel direct 1 berichtje van zeg, hey, zit hier terug, jaren 80, hou ze op. Maar ik heb ondertussen ook berichtjes gekregen van, meer gitaarmuziek. Dus we waren tegen elkaar berichtjes aan het laten zien. Ja, maar dat is dan, dan weet je dat je het goed doet. Als je beide partijen hoort, dan, weet je dat je iets goed doet. En met Highway to Hell stond ik even buiten. En dan waren ze effectief aan het meezingen. Dus ik had zoiets van yes. Voilà. Goed. Dus ook daar. En dan voor de Ziggy. Die heeft een hele menu geschreven met zijn Antwerp dagschotelkaart. Dus ook daar, als er mensen nog suggesties hebben voor songs. Er zijn er al wel zo'n paar gepasseerd, maar ik heb ze wat gemist op sociale media. Suggesties van teksten met liedjes. Voor onze Antwerp-spelers. Ik was vandaag nog aan het denken op
Op die van, dat van Liverpool, van Salah. Oh, Mane, Mane. Bobby Firmino, but we sold Coutinho. Dat, maar dan met Benson. Balikwisha. En dan iets met Michael Frey up front. Maar dan ben ik al stilgevallen. Dus als mensen dat kunnen naamvullen, we kapen dat gewoon van Liverpool. Ik weet dat er mensen zijn die dat er beter in gaan... Ja. In zijn, dus. Ik hoop het, want ik heb nog niet door over welke melodie het gaat. Niets. Nee, maar ik heb de melodie niet door, Ben, maar ik vind enthousiasme nu al goed. Ik ga meedoen. Ik ga echt meedoen. Ah, maar, ja, okay. Maar we laten eerst een copywriter daar nog op verder werken om een hele boel vol te krijgen. Maar ik vind, allee, de initiële vraag blijft wel overeind, vind ik. We moeten onze helden van vandaag blijven bezingen. Bejubelen, ja, absoluut. Dat is wel belangrijk. Oké. Okay. Maar dat zal dan sowieso iets zijn voor binnen 2 weken, wanneer dat we, of binnen 3 weken, binnen 2 weken voor de gasten die op verplaatsing gaan, wanneer dat de Champions Playoffs beginnen en dat wij erbij zijn. En Ben, is er een special deze week, omdat we geen voetbal hebben? Ik zou het begot niet weten. Ja. Dus ik ook niet, maar... Dus, Geron, dat moet normaal in uw agenda staan, denk ik. Donderdag hebben wij een opname. Maar dat is misschien heel behind. En welke specialist? Jij? Nee, ik heb begrepen dat we terug spelersbeoordeling doen. Dus punten op 10. Ah ja, maar dat stond in mijn agenda, maar ik wist niet waarom. Maar omdat het seizoen het reguliere seizoen is gedaan, hè? Ja, dat weet ik. Ik denk dat dat de aanleiding is. Ik denk dat de vorige keer tijdens de winterstop. Ik ben erbij, Vincent. Top, Geron. Oké. Je hoort het snel hier, bij de vierkante paal. Ja, oké. Dus voilà, we zijn er terug van de week. En de week nadien ook weer, want dan beginnen we eraan tegen Club Brugge op Jan Breydel. Ik zou zeggen, allemaal afstemmen op de TV, op de radio. En ervoor en daarna zeker bij de vierkante paal. Vincent, Geron, dikke merci. En luisteraar, bedankt om erbij te zijn. Tot volgende keer. Salut. Dankjewel, Ben. En salut, iedereen.